Als ik goed geluisterd heb naar mevrouw Jessekus, zei ze zojuist over Oekraïne moeten we ook onderhandelen. Zo begreep ik haar inbreng. Wat een lijn is met wat de heer Brekelmans vorige week ook tussen de regels door zei. Ja, we moeten er nog wel over praten. Nu heb je onderwerpen waar je over moet onderhandelen. Uiteraard, in iedere coalitieonderhandeling is dat een feit. Maar het is ook duidelijk dat president Poetin heeft aangegeven, ook na zijn zogenaamde herverkiezing, dat als hij in Oekraïne wint, dat het daar niet mee ophoudt. Dus het mag voor iedereen evident zijn dat de dreiging die uitgaat van Rusland een rechtstreekse bedreiging is voor onze vrede en onze veiligheid. Wij hebben op dat vlak geen keus. Oekraïne niet volledig steunen betekent een rechtstreekse bedreiging voor de Nederlandse vrede en veiligheid. Dus het zou mij een lief ding waard zijn als mevrouw Jessekus helder aan zou geven dat hierover steun aan Oekraïne en de inzet om ervoor te zorgen dat Poetin hier niet als winnaar uitkomt, dat die inzet geen onderdeel is van een onderhandeling, dat daarover niet zal worden onderhandeld en dat dat voor de VVD ook een rode lijn is waar niet overheen mag gaan. Ik neem toch aan dat u niet de erfenis van Mark Rutte helemaal bij het grofvuil wil zetten. Voorzitter, het lijkt een beetje alsof de heer Timmermans een interruptie had voorbereid en het gesprek tussen mij en de heer Jetten niet heeft gehoord. Maar daar heb ik ten eerste heel duidelijk aangegeven dat wat niet alleen wat mij betreft, maar hoe Nederland er ook in staat en waar de VVD gelukkig leidend is geweest de afgelopen jaren, heel duidelijk is dat in Oekraïne men niet alleen vecht voor hun vrijheid en zelfbeschikking en veiligheid, maar ze dat ook doen voor onze vrijheid en veiligheid. En wij moeten ook achter hen en naast hen blijven staan, zoals ze vanaf dag één doen. Dat is de inzet van de VVD, dat is ook hoe wij acteren, hoe wij al jaren nu, sinds die verschrikkelijke oorlog al zo lang duurt, daar staan. En wat ons betreft wordt dat helemaal niet anders. En de heer Timmermans zegt nu, maar ik ga nu met je mee aan die tafel zitten en ik ga bepalen hoe jij je rode lijnen en je inzet moet gaan formuleren. Dat is niet hoe het werkt. Dat gesprek hebben we vervolgens aan tafel. Maar vanaf de allereerste seconde heb ik in mijn brief richting de heer Plasterk duidelijk opgenomen dat dit een basisprincipe van ons is en dat we het op die manier ook zullen inbrengen. Nou, dat zal voor de andere collega's geen verrassing zijn. En dan gaan we kijken met welk verhaal we met die vier collega's vervolgens terugkomen. Maar de inzet van de VVD, daar hoeft de heer Timmermans zich geen zorgen over te maken. Dat is precies hoe Mark Rutte al wereldwijd sinds het begin van deze vreselijke oorlog aan het pleiten is voor steun, continue steun richting Oekraïne en president Zelensky. Voorzitter, mevrouw Jessekus, duidelijk in de leer bij de heer Wilders. Ik heb geen behoefte aan jij bakken. Ik heb geluisterd en juist omdat ik geluisterd heb, stel ik u die vraag. Want u geeft ineens ruimte voor onderhandeling op een onderwerp waarvan ik dacht dat daar met de VVD niet over te onderhandelen zou zijn. Ik maak mij grote zorgen dat u dit behandelde als ieder ander onderwerp dat op de onderhandelingstafel komt. Doe Nederland een groot plezier en maak duidelijk dat dat niet het geval kan zijn. Over onze steun aan Oekraïne, over het verbeteren van onze landsverdediging, over ons voorbereiden op Russische agressie, daar kan niet over worden onderhandeld. Dat moet een positie zijn waarbij u tegen uw onderhandelingspartner zegt, als u daar aan wilt tornen, dan valt er met ons geen coalitie te vormen. Daar vraag ik u helder over te zijn in het belang van onze nationale veiligheid. Ja, ik vind het echt een hele valse suggestie. Ik begrijp ook niet zo goed waar de heer Timmermans, waarom hij dit onderwerp nou pakt om er op zo'n lelijke manier politiek over te bedrijven. Maar dat is zijn keuze. Zou ik niet gedaan hebben. Dit is nou net zo'n onderwerp waarbij we, los van wie in zo'n kabinet komt te zitten, oppositie, wat dan ook, partijoverstijgend elkaar moeten helpen en steunen. En dat is hoe we het de afgelopen jaren hebben gedaan. Ik heb alle intentie om dat de komende tijd ook te doen, in welke stoel ik ook beland met wie. Dat is de inzet van de VVD. Hier kijk je niet naar coalities en noem maar op. Hier kijk je naar hoe sta je als land achter Oekraïne en hoe zorg je ervoor dat je zoveel mogelijk landen daarin meekrijgt. Precies zoals Mark Rutte de afgelopen tijd ook heeft gedaan en daar gelukkig ook succesvol is in gebleken. Dus ik weiger hier, voorzitter, een politiek debat op die manier van te maken. Ik vind dat we daar bruggen moeten slaan, dat we juist elkaar daarop moeten vinden. En ik hoop ook de heer Timmermans, zoals we het afgelopen tijd hebben gezien, ook in de toekomst daarop te vinden. Afrondend. Ja, afrondend, voorzitter. Mevrouw Jessekus geeft een opening om hierover te onderhandelen aan de onderhandelingstafel. Ik betreur dat zeer en ik hoop dat zij daarop terug zal komen.